But you know I put in work, 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 work. And I work from Hi allemaal en welkom bij deze video. Ik ga vandaag een Get Ready With Me video opnemen. En dat ga ik doen omdat ik straks naar een strandfeestje ga in Scheveningen. En dus aan jullie wilde laten zien hoe ik me vandaag ga opmaken. Oké, om te beginnen begin ik met mijn favoriete primer. En deze zorgt ook goed voor dat mijn poriën gevuld worden. Aangezien ik best wel een vette huid van mezelf heb. En ik het wel fijn vind als de poriën zijn opgevuld. Dit is de Porefessional van Benefit. Nou, dan begin ik met mijn naakt gezicht, want ik ben nu helemaal zonder make-up. En zoals je kan zien heb ik best wel wat puistjes en oneffenheden. En deze primer zorgt dus goed voor dat ik geen poriën meer zichtbaar heb. En dat mijn foundation dus beter blijft zitten. Ik concentreer voornamelijk hier zo, want hier heb ik voornamelijk de meeste poriën bij mijn neus. En hier op mijn appeltjes van mijn wangen, zeg maar. Na mijn primer ga ik verder met mijn foundation. En dit is echt mijn favoriete nieuwe foundation voor feestjes. En deze blijft echt serieus, ja, ik denk wel de hele dag zitten. En hij verplaatst niet. Deze is van Estée Lauder. Double Wear Stay in Place Makeup. En ik heb hem in de kleur Sandbar. Ik vond het heel moeilijk om een kleur uit te kiezen. Maar uiteindelijk is deze die best bij mij past. En hij is ook ideaal voor mijn vette huid. Ik ga er niet van glimmen of wat dan ook. Dus... dit is echt een aanrader voor als je echt feestjes hebt. Hij is best wel duur, dus ik gebruik hem ook niet verder voor overdag, normaal of door de week. Ik gebruik hier voor mijn favoriete foundation kwast van Zoeva, om het echt zeg maar in te buffen, als het ware. Deze foundation heeft ook echt een maximale dekking. Ik denk dat ik nog niet eerder een foundation heb gehad die zo goed dekt. Want serieus, hij dekt gewoon al mijn oneffenheden, al mijn puistjes. Het fijne ook hiervan van deze foundation is dat hij gewoon heel licht aanvoelt. Hij voelt helemaal niet dik aan. Dus je hebt ook niet echt het gevoel als je heel erg foundation draagt. Want meestal van die hele dekkende foundations, die voelen echt als een soort van laag op je gezicht. En dat heeft deze gelukkig niet. Oké, omdat ik naar een feestje ga, gaan we verder met contouren. En hiervoor gebruik ik mijn Contour Cream Kit van Anastasia Beverly Hills. En gebruik ik de banana voor onder mijn ogen. En een mix van deze twee om mee te contouren. Dus deze om te highlighten en deze om te contouren. En ik maak dan echt van die soort van driehoeken onder mijn ogen. Dat dit helemaal gehighlight wordt. Hier op mijn voorhoofd. In het midden. Om dit te highlighten. De brug van mijn neus. Mijn, hoe noem je dit? Cupid's bow. Of, ik doe het natuurlijk geneeskunde. Dus ik moet eigenlijk, de Latijnse benaming ervoor weten. En dat is het philtrum. Ook highlight ik zeg maar onder mijn contour, waar ik hier straks ga contouren. En op mijn kin. Dan gaan we verder met contouren. En wat ik doe, ik kijk naar de bovenkant van mijn oor en ik ga dan tot mijn mondhoek ongeveer. Tenminste, daar trek ik een denkbeeldige lijn en dan stop ik ongeveer tot hier. Dan wil ik niet één rechte streep, want dan krijg je echt een soort van streep als je gecontourt, als je het geblend hebt. Maar ik maak er ook weer een soort van driehoekje van. En bij mijn, hoe noem je dit? Ik heb alleen die Engelse namen, temples of zijkant van je hoofd hier, bij je slaap. Oké, dan hebben we nu alles gecontourd en gehighlight en dan gaan we verder met blenden. Hiervoor pak ik mijn MAC Fix Plus spray en mijn Beauty Blender en daar spray ik ermee in om het nat te maken. En dan beginnen we met blenden. Oké, het ziet er nu een beetje gek uit, maar als alles geblend is, dan ga ik verder met de concealer. En deze is ook van Estée Lauder, de Double Wear. En die ga ik even onder mijn ogen aanbrengen, zodat ik zeker weet dat mijn donkere kringen wel bedekt zijn. Want ik heb het idee dat die met die Anastasia Beverly Hills dat toch weer doorheen komt zetten. En deze is net als je foundation echt super goed.
Dan pak ik een mini eitje van W7. Deze is echt heel erg schattig. Die spreek ik ook weer in met de MAC Fix Plus Spray. En dan dep ik het onder mijn ogen. Oké, ga verder naar het baking gedeelte. En hiervoor gebruik ik mijn banana powder van W7. Ik pak een beetje met mijn sponsje. En dan dep ik het onder mijn oog. En ik doe best wel een dikke laag, omdat we het later weg gaan vegen. En dat heet dan ook baken. Het moet er als het ware echt in bakken. Dan doe ik het ook onder de lijn van mijn contour. Oké, na een aantal minuten kunnen we het wegvegen. En hiervoor gebruik ik een poederkwast van Real Techniques. Oké, dan gaan we verder met de wenkbrauwen. Kijk, heb ik hier de potjes van Freedom. En deze wenkbrauwpoeder is echt super goed. Ik vind het echt een aanrader. Maar qua prijs scheelt het gewoon heel erg. Want die van Anastasia zijn iets van 20 euro, dacht ik. Of 25 euro. En deze zijn 8 euro per potje. Of 7,50 euro per potje. Dus ik ben hier echt heel erg tevreden over. En ik vind hem heel fijn uitsmeren. Hij is niet te creamy, niet te droog, zeg maar, niet te poederig. Ik vind, de consistentie vind ik echt heel erg goed. En hij blijft ook gewoon heel erg goed zitten. Ik breng hem wel met mijn kwastje aan van Anastasia. Even kijken, ik gebruik eerst de kleur medium brow voor de voorkant van mijn wenkbrauw op te vullen. En wat ik dus doe, is ik trek dan als het ware een lijn hier vanaf het begin van mijn wenkbrauw hieronder. Precies waar ik hem wil hebben, helemaal hieronder. En tot het einde dan maak ik een soort van, niet boogje, maar ik volg de vorm van mijn natuurlijke wenkbrauwen. En dan doe ik precies hetzelfde erboven. Dan ga ik er net iets boven zitten. Aan het eind van mijn wenkbrauwen gebruik ik de dark brown. Voor een beetje natuurlijk effect gebruik ik deze wenkbrauwpoeder van Shiseido om ze op te vullen. Poeder zorgt ervoor dat het net wat natuurlijker is. Daarvoor gebruik ik alleen de lichte. Om mijn wenkbrauwen op te schonen gebruik ik van Kiko een concealer en een kwastje van Real Techniques. Daarmee ga ik heel precies langs de rand van mijn wenkbrauwen. Ik blend het uit met mijn mini sponsje. Oké, nu kunnen we verder met oogschaduw. En daarvoor ga ik plakbandjes plakken. Zoals je ziet zijn de plakbandjes geplakt. En ik plak ze tot het einde van mijn wenkbrauw, dus tot de puntjes. En net onder mijn oog. Om mijn ogen te primen gebruik ik van Catrice de Prime & Fine Eyeshadow Base. Bij de kruidvat en de trekpleister hebben ze deze schattige chocoladepaletjes weer van Makeup Revolution. En dit is de Pink Fizz. En hiervan ga ik deze kleur gebruiken als overloop voor mijn ogen. Dus in mijn arcadeboog en net wat erboven als soort van basis. Dan ga ik verder met een iets warmere kleur en pak ik mijn 35O en dan gebruik ik deze. Die doe ik er overheen, over waar ik net ben gegaan, maar niet helemaal zo ver als ik die ander heb gebracht. Dan ga ik er net weer wat onder zitten. Dan krijg je een mooie overloop. Dan ga ik verder met de overloop en dan ga ik deze gebruiken van de Morphe 35O. En die ga ik er dus ook weer net wat onder doen, dus steeds weer dieper in mijn arcadeboog. Dan pak ik een iets kleiner kwastje van Real Techniques. En dan ga ik een nog donkere kleur gebruiken en die zit daarnaast. En die breng ik helemaal diep in die arcadeboog. En concentreer ik voornamelijk een beetje op het buitenste. Dan pak ik mijn Morphe 35N en dan pak ik een zwarte kleur. En deze concentreer ik dus ook weer aan de buitenkant van mijn ooghoek. Thank you.
Met een platte oogschaduwkwast pak ik deze lichtroze kleur en die zet ik op de bolling van mijn ogen om wat diepte te geven. Om mijn oog te highlighten, onder mijn wenkbrauw gebruik ik deze. Voor eyeliner gebruik ik deze Catrice Liquid Liner Dating Joy Black. Of Dating Joe Black, sorry. En deze kwastje vind ik persoonlijk niet zo fijn, maar hij is wel heel erg mat. En dat vind ik heel erg mooi. Dus dan ga ik deze gebruiken. Voor mijn onderste, bij mijn lashlijn zeg maar, ga ik die smudger gebruiken van Zoeva. En dan gebruik ik weer de overloopkleuren die ik net heb gebruikt. Maar dan een beetje de donkere. Dus van de Morphe 35O is dat deze en deze kleur. Voor mijn wimpers gebruik ik de Telescopic Mascara van L'Oreal. Voor mijn onderste wimpers en bovenste wimpers. En ik doe maar een klein beetje, want straks ga ik toch nepwimpers opdoen. Goed, om mijn gezicht nog een beetje te contouren gebruik ik de Shade & Light Palette van Kat Von D. En deze is echt super chill. Ik heb hem pas nieuw en ik ben er heel erg blij mee. Ik ga deze middelste en deze kleur gebruiken om mijn contouren nog een beetje aan te zetten. Hiervoor gebruik ik trouwens een contourkwast van Real Techniques, deze. Voor blush gebruik ik mijn Cheekatone palette van Benefit in de kleur, ik ga denk voor, ja, Dandelion. Voor highlight gebruik ik mijn favoriete highlighter en dat is Becca Champagne Pop, die de meeste mensen wel kennen. En ik gebruik hiervoor een highlighterkwast van de HEMA. Voor wimpers ga ik de Lash XO, welke was het ook weer? Nou ja, goed, dan moet je maar even hieronder in de description box even kijken welke het waren. Maar dit zijn een beetje de dupe varianten van de House of Lashes Iconic. En ik vind deze echt super mooi en ik ga ze aanbrengen met de Duo wimperlijn. En dan zijn we het laatst bij de lippen aangekomen en hiervoor gebruik ik de Sleek Mad Me in de kleur Birthday Suit. En dit is echt een hele mooie pinky nude kleur. En om natuurlijk alles af te sluiten gebruik ik als laatste Urban Decay All Nighter Make-up Setting Spray. En hier, deze zorgt ervoor dat echt de make-up gewoon heel goed blijft zitten. En was dit alweer mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht jullie de video nou leuk vinden, vergeet dan niet op de duimpje omhoog te drukken. Of te abonneren op mijn kanaal mocht ik dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie snel weer in mijn volgende video. Tot snel!